De Nationale Assemblée heeft gisteren een aanvang gemaakt met de behandeling van de wijziging van de grondwet en kiesregeling van de Republiek Suriname. Het college vindt dit uniek omdat de wetsvoorstellen gedragen worden door alle politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in het parlement. VHP-fractieleider Assis Kumar Gayadin sprak over een historisch moment, gezien het feit dat na ruim 8 verkiezingen de fractieleiders bijeen zijn gekomen om gezamenlijk een initiatiefvoorstel in te dienen. In het belang van die samenleving, zoals de regering al een oproep had gedaan richting het parlement, dat wij in staat waren om tot een punt te komen waarbij we een wetsontwerp hebben die toch wel een enorme grote GGD heeft vanuit al de partijen. Voorzitter, wij feliciteren u zeker met dit moment in de historie en we hopen, zoals u dat zei, dat het een constructieve en goede discussie wordt en dat we als parlement goede bijdrage kunnen leveren voor Suriname. NDP-fractieleider Rabinder Permeser zei dat alle fracties beseffen dat er nu na al die jaren een verandering moet komen in de grondwet en kiesregeling. Assembleevoorzitter Marinus B. benadrukte dat er een zware taak ligt bij het college. Suriname kijkt naar ons. Op dit moment hebben we die eerste zware horde overleefd om samen te komen na zoveel voorstellen die we hebben geacht, schrijven vanuit buitenparlementaire organisaties, hebben we toch als Nationale Assemblée ervoor gezorgd dat die twijfel die er bestond in de samenleving, we het hebben kunnen overleven om met 2 voorstellen te komen. Ja? Breed gedragen door alle fracties. Dus ik doe een beroep op u om die weg niet te verlaten, maar concreet uw bijdrage te leveren, met concrete voorstellen te komen, zodat de 2 producten, wetsproducten die we hebben, beter kunnen worden. Beide initiatiefvoorstellen zijn ingediend op 21 augustus 2023 door Assis Kumar Gayadin, Rabinder Permeser, Obed Kanapé, Gregory Rusland en Ronnie